moet het willen, kom op. Ja, ik moet het willen. Ik ietsje, moet hartstikke... het is gevoel. Klein beetje. Doe jij het dan? Nee, nee. Oké, jongens. Het is bijna 10 uur. Zijn we er een beetje klaar voor? Boris, doe de deur maar open. Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, maar... Niemand is fucking gekomen. Ja, precies dat. Hoe dan? Niet één persoon? Misschien zijn ze gewoon allemaal te laat. Vielen op de weg of staan ze vast in het verkeer? Ja, of, dat kan, ja. In een tunnel. Misschien krijgen ze wel allemaal helemaal geen lucht meer. Oh mijn god, een tunnel vol met lijken. Misschien zijn ze wel helemaal... Of de datum staat verkeerd op de flyer. Wat? Kun je serieus zo dom zijn geweest? Oh, sorry, I fucked up. Ik had gewoon moeten focussen, maar door die stomme ADT, AHD heb ik het allemaal verpest. En het spijt me echt heel erg, Kees. ADT, AHD? Attention Deficiency Turbo Alpha Hyper Disorder. Okay. Ik ga dit goed maken, Kees. Echt. Het is oké. Okay. Je hebt je best gedaan. Kees, waarom bel je niet een van je celebrity friends? Yo, Bill, kom even langs. Of Shiguru, of Kojima. Doe Kojima. Bel Kojima. Dat was allemaal vroeger. Die celebrities die blijven tegenwoordig allemaal uit de schijnwerpers. Celebrities, ik heb een idee. Nee, nee, hé, hey, geen voetfoto's meer. Nee, 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 het is iets anders. Ik ga, zoals altijd, langs achter. Dus als jullie gaan... We kunnen Haley vragen. Als zij komt, dan komen haar volgers ook. Ik dacht dat jij Haley niet leuk vond. Ze is wel oké. Okay. Ze kan niet gamen, maar cosplay outfits zijn wel sick. Oké. Okay. Ik zie wel twee hele grote voordelen als Haley komt. If you know, you know. Oké, maar de chat gaat te snel. Hoe gaan we haar aandacht krijgen dan? We moeten op het juiste moment, wanneer de chat met een fractie van een seconde stilvalt, het juiste bericht sturen. Nee, wacht, laat mij het doen. Ik moet mijn fout goed maken. Game focus. Uitnodiging van Game Home voor een toernooi Smash Sisters. Oh, you guys, I love Smash Sisters. Ik accepteer. Oh, toernooi is al. Yes. Get ready to die, though. Oké. Het is dus 10 euro inschrijfgeld en je mag ook meer geven als je dat wil, maar dat hoeft niet. En als je wint, dan win je dus de hoofdprijsformulier. Yes. Ja? Alsjeblieft. Yes. Succes. Mag ik ook een formulier? Hey, tuurlijk. Superleuk dat je er bent. Nou, formulier, 10 euro in de pot. En als je wint, win je de hoofdprijs. Spannend. Succes. Dankjewel. Minka. Wauw. Leuk, hè? En Janna, ja, die heeft dus Haley geregeld. Uh-huh. Dus die zijn ook opeens closer. Ja, ja, heb ik één vraag. We hebben dus 6.000 euro nodig aan donaties om de zaak te redden. En de winnaar krijgt 5.000 euro. Nee, niet 5.500. Nee, hier staat 5.000. Nee. Drie nullen. Nee, drie nullen, nee, nee, is 1.000. Nee. Oh. Dus als ik het goed begrijp, zelfs als we al onze donatiedoelen redden, dan redden we nog steeds niet, want we moeten 5.000 euro betalen aan de winnaar. Tenzij een van ons het toernooi wint en dan stop ik al dat geld terug in de prijzenpot. Oké, wacht, ik begrijp het nog steeds niet. Dus Minka moet winnen, anders gaat de winkel alsnog dood? Ja. Thanks for the recap. Let's smash some sisters.
BFF versus BFF. Wie gaat er winnen? Niet gaan huilen, hè? Als ik je inmaak. Zal het proberen niet in te wrijven. Bij mij mag je het altijd invrijven. Oké, dat was awkward. Laten we beginnen. 3, 2, 1, fight! Rechts, keihard op de knie schuif. En onder de enkel. Nee, alles Jenna. Keihard op de knie. En dan bam op je slaap. En dan 1. Dat is echt terug. En dan 1, 2. Ja! Fight is good. De finale. Zijn jullie klaar voor de catfight of the century? Hey, je moet dit winnen, anders is het bye-bye game home. Doe het, girl. Focus. 3, 2, 1, fight! Dit is jouw moment, Minka. Jij vecht voor de winkel. Iedereen wil dat je wint. Focus. Je weet wat je moet doen. Damn, dat zijn pas chickle physics. Als prins van dit pixelparadijs wil ik graag de eerste prijs uitreiken aan Haley. Ja, prinses van de high scores. Ik geef hem direct weer terug. Wat? En ik verdubbel de donatiepot. Hartstikke bedankt, Kees. Bedankt. Waarvoor? Dat je game weer een thuis geeft. Ah, weet. Applaus voor deze legende! Doei, dank je. Hetzelfde. Gefeliciteerd met je tweede plek. Minka die verliest, die zag ik niet aankomen. Nee, het voelt ook wel een beetje gek om niet te winnen. Ja? Maar goed, weet ik eindelijk hoe jij je voelt. Ik denk dat het beter is als wij elkaar eventjes niet zien. En met eventjes bedoel ik eigenlijk lang. Geen koop voor life dan. Ik kan geen vrienden zijn, Minka. Daar ben je te leuk voor. Zo leuk ben ik allemaal niet. Je bent leuker dan je denkt. Met alle inschrijvingen, verkoop en de verdubbeling van Haley zijn we over de 10.000 euro. Wat? Wow! Legendarisch, jongens. Hele zaak vol. Wat een topavond. Jullie zijn echt best team ever. Team? We zijn je team niet. We zijn je family. Nou, rustig. Baby dan. Oké, goed foto. Oké, en nu Wilder. Zeg pixels. Pixels. Ja. Mm-hmm. We gaan nog een toernooi organiseren, ja. Maar dan veel groter. Is goed, Kees. Echt een groot. Wij sluiten wel even echt, af. Echt een nog groter toernooi. Echt een groot toernooi. Hij is helemaal high van de energy drink. Ja. Hey, goed gedaan. De winkel is gered en we kunnen gratis blijven geven. Ik ga de kassa afsluiten, derde voordeur. Is goed. Oh, we zijn eigenlijk al dicht. Ik wou je nog even feliciteren. Oh, ik heb niet gewonnen, hoor. Ik sponsor een Europese e-sports team. Wij kunnen jouw talent goed gebruiken. Games, reizen en een heerlijk salaris. Huh? Wat? Denk er maar over na. Wat? Hey, wie was dat?
Niemand. Dus ze was gewoon iets vergeten, geloof ik. Oké.